Hoi jongens, nou ik ben net klaar met mijn aardrijkskunde examen en het ging goed. Had ik ook wel verwacht, want aardrijkskunde ligt me best wel goed. En ik kon eigenlijk gewoon alles invullen. Ik wist alleen echt de laatste vraag, gewoon de eerste stelling. Ik wist gewoon niet wat ik daarvoor een antwoord op moest geven, dus daar heb ik gegokt. En verder ging het heel erg goed bij mij. Maar dit was mijn laatste examen, dus ik ben nu klaar en daar ben ik echt heel, heel, heel blij mee. En ik wens de mensen die dinsdag nog scheikunde hebben heel veel succes en voor de anderen een hele fijne vakantie. Hey, ik heb net mijn aardrijkskunde examen gehad en ik vond het echt mega goed gaan. Ik kon eigenlijk wel makkelijk alles invullen, maar ik moest soms wel vragen dubbel kijken. Ik vond alleen vraag 36 een beetje moeilijk, want dat waren zeg maar van die staafdiagrammen en dan moest je kijken welk bij China hoorde. Maar het leek net allemaal dezelfde, dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Dit was mijn laatste aardrijkskunde examen, dus ik heb nu lekker vakantie. Hoi, ik kom net terug van mijn eindexamen natuurkunde en hij ging wel echt goed. Alleen was het niveauverschil tussen vragen wel echt in zijn één. Bij één vraag dacht ik van oké, dit is gewoon letterlijk SVQT, dat is wel een beetje makkelijk. Maar je had ook die 5 vierpunten vragen waarbij ik echt met mijn handen in mijn haar zat en ik echt dacht van help, waar ben ik beland. Zoals die ene vraag waar je de snelheid moest berekenen van die raket. Mijn raket ging sneller dan lichtsnelheid, dus iets ging daar al niet helemaal goed. Maar voor de rest ging het eigenlijk wel prima, maar ik weet niet echt wat ik moest verwachten. Puur dat grote niveauverschil vragen weet ik niet of ik het nou echt goed heb gedaan of niet goed. Maar ja. Dat zien we 12 juni wel. Ik kom net terug van de tuin en ik moet zeggen, het ging best wel goed. Er waren 2 vragen die ik heel ingewikkeld vond. Eentje over waarnemingen en dan was er A, B, C en dan wat er allemaal was. Ik snapte die vraag echt totaal niet. En 1 vraag was echt een instinker en dat was of ze het wel of niet gewoon vonden. Ik moest al 3 keer lezen voordat ik dat echt snapte. Geen idee, maar voor de rest vond ik alles best wel makkelijk te beantwoorden. Ook de vertaaltekst was best wel prima, vond ik. Er was best veel voor vertaald. Ook wat kortere zinnen, wat ik niet gewend was. Dus top, super chill. Ja, ik heb geen idee. Dat van Miele en Ducanti, ik weet niet meer wat het was. Maar ik wist echt niet wat het was. Blijkbaar waren het telwoorden. Maar voor de rest ging het prima. Ja, ik ben net klaar met mijn eindexamen economie. Maar even, wat waren sommige vragen? Sommige vragen begreep ik de vraagstelling eigenlijk niet eens van. Moet ik echt 3 keer lezen voordat ik überhaupt snapte wat ze van me vroegen. En sommige begrippen die terugkwamen dacht ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Dus ik zoek of ze in dat woordenboek staan. Nee, ook natuurlijk weer niet. Maar ja, we hopen op een hele krappe voldoende. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Wat is CITO? Waarom maakt CITO de toetsen zoveel moeilijker dan voorgaande jaren? Ik snap er echt helemaal niks meer van. Dit jaar zijn we echt genaaid, sorry. Maar ik moest het gewoon even zeggen. Ik denk wel dat ik er voldoende heb voor eco, maar gewoon die vraagstelling, hoe stelden hun vragen? Waarom allemaal nieuwe termen? Ik weet niet meer, kapitaal, privé, ik weet niet meer, puntje, kapitaal. Wat is dat? Waarom moest ik over middeleeuwse vissen dingen uitrekenen? Nou, ik ben er helemaal klaar mee, jongens. Hi, mijn naam is Dara en ik werk bij de Lux als algemeen bestuurslid, waar ik me onder andere bezig hou met de eindexamenklachtlijn. Vandaag is het 24 mei, wat betekent dat we op dag 8 zitten van de centraal schriftelijke eindexamens. En gisteren hebben wij als Lux ons recordaantal weer verbroken die we vorig jaar hebben behaald. Toen waren het er natuurlijk 312.000 klachten die bij ons binnen zijn gekomen. Daar zijn we gisteren al overheen gegaan en vandaag zitten we op de 340.000, dus dat is ook een flink aantal. De examens gaan goed over het algemeen, wel zien we dus dat meer wordt geklaagd. Ook omdat jullie ons beter weten te vinden, wat heel fijn is voor ons natuurlijk. En ook voor jullie dat jullie een platform hebben natuurlijk, om je klachten in te kunnen dienen. Daarnaast merken we ook dat er meer online klachten worden ingediend dan dat er wordt gebeld. Wat ook natuurlijk chill is, want het is natuurlijk ook een stukje makkelijker en wat laagdrempeliger. Het is hartstikke fijn dat jullie ons weten te vinden en voor meer updates die komen later.